Biomedische wetenschappen. Economische wetenschappen. Graphic design. Gaat rechten worden? Op de Cetinbeurs in Leuven op vrijdag 7 februari kregen deze leerlingen nog extra informatie over hun studierichting. Maar ook voor diegenen die nog niet gekozen hadden, waren de studie- en informatiedagen een enorme hulp. Maar denken deze toekomstige talenten ook na over hun toekomst? Dat zeker. Ja, altijd als ik informatie ga vragen, vraag ik altijd van ja, wat kun je later gaan doen daarmee? Voor mij is het belangrijk dat je geïnteresseerd bent in wat je studeert en ook dat je er makkelijk een job mee kunt vinden. Ja, als je dan afgestudeerd bent en je vindt geen job, zal wel moeilijk zijn, vind ik. Dus ja, het is wel belangrijk. Als je geen toekomst kunt maken met je richting waarvoor je studeert, ja, dan ben je daar niet veel mee. Niet elke student vindt jobzekerheid een prioriteit. Ik zou liever gaan werken eigenlijk in plaats van nog verder te studeren. Wat ik wel zou doen is zo avondschool volgen, dus om een bedrijfsbeheer te hebben. En dan daarna misschien verder te werken bij mijn pa of zo. Ja, ik vind het belangrijk om zekerheid te hebben voor een job, maar dat is niet het belangrijkste. De werkzekerheid is voor mij niet zo belangrijk, het is vooral wat dat mij interesseert. Toch lijken meer en meer studenten door de crisis te kiezen voor een zekere toekomst. Ik heb de indruk dat de economische situatie nu een ietsje meer dan vroeger op de voorgrond treedt. Dat is een realiteit naast de realiteit van wat zijn mijn talenten, waar ligt mijn belangstelling. Dus dat is zeker een gegeven waar ook mee moet rekening gehouden worden. Maar ik werk ook voor onderwijskiezer, hè, en wij merken daar ook aan de vragen die we krijgen dat toch heel wat jongeren bezorgd zijn rond hun toekomst. Hè. Wat heb ik werkzekerheid? Is een vraag die toch wel vaker dan vroeger terugkomt. Je moet wel natuurlijk rekening houden met beroep en ja, je moet ook een beetje jobzekerheid hebben, maar ik zou toch wel vooral eerst altijd kijken of ik het interessant vind en of ik dat zie zitten en zo.